De leerlijn Pionier is ontworpen voor de hele basisschool, dus voor groep 1 tot en met groep 8. Hoe we de leerlijn opgebouwd hebben, leggen we uit in dit filmpje. De leerlijn is ontworpen in blokken van 5 lessen rond een thema of materiaal. Ieder blok heeft zijn eigen materiaalbox. Laten we voor het gemak de combinatie van zo'n materiaalbox en de online lesbrieven, beeldpresentaties en uitlegvideo's een leskist noemen. Iedere leskist bestaat uit 20 lessen, verdeeld over 4 niveaus. Als school kan je een combinatie van 8 leskisten kiezen voor een goed doordachte leerlijn. Wat betekent dat voor een leerling? Laten we Sarah als voorbeeld nemen. In groep 1 staat de leskist Fotografie op het programma. En maakt ze voor het eerst kennis met een camera. Ze kijkt naar en praat over foto's en ontdekt spelenderwijs nieuwe dingen. In de klas werken ze ongeveer vijf lessen rond het thema fotografie. In datzelfde jaar heeft ze nog drie keer een kunstblok van vijf weken. Ze speelt met mediakunst, licht en het thema identiteit. In groep 3 staat de leskjes fotografie weer op het programma. De opdrachten zijn een stapje uitdagender en ze experimenteert met nieuwe gezichtspunten. Als ze in groep 5 weer met fotografie mag werken, weet ze al hoe je met een camera omgaat. Ook in groep 7 mag ze verder op ontdekkingstocht met fotografie. Sarah schiet een selfie. Zo krijgt Sarah een breed aanbod aan beeldende kunstlessen en ontwikkelt haar creativiteit en vaardigheden. En Sarah's school weet dat ze een goed doordachte leerlijn hebben, die toegankelijk is maar ook flexibel genoeg om mee te spelen en aan te passen naar eigen wens. Pioneer je mee?